En dan ging ik zelf hier op de bank slapen tot een uur of 11, 12. En dan maakte ze me wakker. En dan gingen we er weer met z'n tweeën achter staan. Dit weekend sluit de laatste snackbar in de binnenstad van Doetinchem haar deuren. Na bijna 50 jaar vinden de eigenaren het wel genoeg geweest. Vaak werd er na het uitgaan een patatje gegeten. En dus hebben veel mensen een herinnering aan de snackbar. Patatje zonde, frikandel. Voor de laatste keer gaan vandaag de snacks de frituur in. Voor eigenaren Vincent en Helma komt er na 47 jaar een einde aan de snackbar, waarbij ze regelmatig weken hadden van 80 uur. Bij ons is dat allemaal er zo ingegroeid, van huis uit, dat we altijd de snackbar gehad. Dus niet lullen, maar poetsen. Vincent groeide op tussen de geur van patat en nam in 1982 de zaak van zijn vader over. Na een dag werken was hij ook vaak in de nachtelijke uren nog actief en sliep hij op de bank achter in de zaak. Dan was het 8 uur en dan deden we de deur dicht en dan ging de loket los van de automatieken om geld te wisselen. En dan ging ik zelf hier op de bank slapen tot een uur of 11, 12 en dan maakten ze me wakker. En dan gingen we er weer met z'n tweeën achter staan. Een van de hoogtepunten van de afgelopen jaren was een bezoek van de smaakpolitie, waarbij de snackbar de test moeiteloos doorstond. En hij loopt door de zaak heen en hij heeft er een kwartiertje over gedaan en toen kregen wij de sticker. En toen belde ik mijn vrouw op. Toen zegt ze, is dat de echte smaakpolitie? Ik zei, ja, dat is echt de smaakpolitie. Veel vaste klanten kwamen vandaag langs om afscheid te nemen of voor een laatste broodje kroket. Ja, ik dacht met dit 47-jarig bestaan nog even langs gaan, want het is de laatste keer dat het kan. Ik zal ze heel erg missen. Ik kwam hier eigenlijk 2 keer per dag. Van mij hadden ze nog wel 2 jaar deur mogen gaan. Mensen, bedankt. En zo genieten we ervan. Dan kunnen we op nagloeien.